Het gerechtshof in Den Haag heeft een 30-jarige man uit Hoogvliet tot 240 uur werkstraf veroordeeld. De man reed op 1 april 2010 zo hard over de Groene Kruisweg in Spijkenisse... dat hij een dodelijke aanrijding met een 19-jarig meisje uit Hoogvliet veroorzaakte. Naast de werkstraf mag de dader drie jaar niet autorijden. Er zijn vier Rotterdammers in de leeftijd van 20 tot 23 jaar opgepakt. voor een overval op een huis aan de Groene Dijk in Rotterdam. Vorige maand werden drie studenten na een avondje stappen. in huis overvallen door deze vier. Ze bedreigden de slachtoffers meerdere keren met de dood. Ook moesten ze spullen afgeven en geld pinnen. Toen de studenten hun spullen onder dwang in een auto aan het laden waren. reed er een politieauto langs. De overvallers gingen er toen vandoor. De nagebouwde ark van Noach in Dordrecht blijft voorlopig dicht. De eerste bezoekers mochten vrijdag het schip in, maar de gemeente houdt dat tegen. Volgens wethouder Sleking twijfelen ambtenaren aan de veiligheid op de ark. De ChristenUnie en de SGP in Dordrecht willen dat de wethouder haast maakt met de verlening van een vergunning voor de ark. Donderdagochtend is het bewolkt. Er kan hier en daar nog een beetje lichte regen of motregen vallen. Dat zal weinig voorstellen. In de middag vrijwel overal droog. Een spaarzame opklaring. En het wordt ongeveer 7 graden.